En we zetten ook Henk Reinink in het licht. Henk was een zeer bevlogen rijinstructeur die gedurende zijn carrière honderden jonge mensen op een veilige manier heeft leren autorijden. Tijdens een rijles op maandagochtend 1 mei van dit jaar gaat het mis. Start maar. Een klein beetje gas, een klein beetje koppeling. Kijk ook waar je heen moet dan niet, hè? Henk was net als jij rijinstructeur, ja, hè? Ik ken Henk vanaf 2000 zijn we beide begonnen bij hetzelfde bedrijf. En ja, trok toen heel veel met elkaar op. Ja, was er een klik tussen jullie? Ja, we zeggen ja. Ja? Ja, maar ik denk dat Henk met iedereen wel een klik had. Hij was echt met gewoon een hele sociale man. Altijd vrolijk, altijd vriendelijk. Altijd behulpzaam. Als jongen van 19 is Henk met vrienden op vakantie in Italië. Op de camping ontmoet hij de 16-jarige Carla. Ze worden smoorverliefd op elkaar. Dat was voor hun tent. Dat was ook toen, die vakantie. Ja, dat was die vakantie, ja. Ja. Dus, nou ja, zo is het eigenlijk gekomen. Ja. De hele vakantie was het heel dik aan. Ja, op een gegeven moment moest hij weer naar huis. Ik ging later naar huis en ik kwam thuis en toen lag er al een hele dikke brief van hem. Dus dat was natuurlijk al geweldig. Maar van meet af aan dus was het... Ja. Ja. Maatje voor het leven. Ja, zeker. Ja. Ze zijn onafscheidelijk, Carla en Henk. Ze genieten van het leven en reizen veel. En ze zijn van plan om dat nog veel vaker te doen als Henk eenmaal met pensioen is. Maar hij vindt het rijlesgeven nog zo leuk dat hij het niet kan loslaten. Het was wel zijn lust en zijn leven. Ja. Hij ging altijd opgewekt de deur uit, ook al was het om 7 uur. En ook al was hij om 9 uur thuis of soms 9:30, 10 uur... kwam hij ook altijd weer vrolijk thuis. Op zijn lijf geschreven. Ja, zeker. Ja, ja. Het is een grote schok voor iedereen als de lesauto van Henk stilvalt op de spoorwegovergang in Bussum en wordt aangereden door de Intercity. Korte tijd later wordt Chris gebeld. Ik zei, Chris, het is Henk die onder de trein gekomen is. Ik kreeg kippenvel van top tot teen. En ik was aan het lesgeven. En ik heb de leerling naar huis gebracht en ben ik meteen gestopt. Ik kon ook even helemaal, dat is voor mij echt de druppel toe. Dat was, ik was er helemaal klaar mee. Dat was zo erg, zo verschrikkelijk. Je beseft het ook niet, hoor. Want het was wel duidelijk dat het een dodelijk ongeluk was. Ja, ja, dat was al direct duidelijk. Het was al heel snel duidelijk dat de leerling gelukkig wel uit de auto kon komen. Ja. En dat de instructeur overleden was. God. En dan ga je later denken, hoe kan dat dan? Want hij had natuurlijk misschien wel uit kunnen stappen. Mm-hmm. Maar dan heb je weer Henk. Die wil ten koste van alles, wil die alles redden. Dit is de spoorwegovergang waar het gebeurd is. Dit is ja. Iedere keer weer, als je er langs rijdt, dan denk je eraan. Ja, dat die plek zal voor altijd verbonden zijn met hem. Altijd, ja. Dat is echt een hele mooie uitvaart is het geweest. Zo'n ontzettend mooi eerbetoon. Wij gingen er natuurlijk met 40, 50 lesauto's vanaf de CBR in Eemnes naartoe. Toen wij daar aankwamen, ja, dat was echt, dan breek je gewoon. Je zit in die auto en dan zie je al die rijauto's daar staan. En echt met, ja, echt dan, ik was echt helemaal... Ja. Dat is echt, ja, nou, kijk, echt stapels brieven. Lieve Henk, wat bracht je een plezier bij het autorijden? We hebben genoten van elke rijles. Hij heeft ons niet alleen leren autorijden, maar ook leren genieten van de mooie dingen in het leven. Ach. Hier zijn we hem eeuwig dankbaar voor. Ja, als je dat al leest, dan ben je gewoon trots. Ik bedoel, dan is het niet ook... alleen maar een rijinstructeur geweest. Dus... Maar nee, dat was bijzaak. Ja, ja. Ik had zo graag gewild dat hij dit zou, ook zou kunnen lezen. Ja. Dat zou natuurlijk, hij zou echt, ik zie hem helemaal glunderen, ja. Ja.